Zo, we zijn vandaag in het burgemeester Graaf Leopold Liepenspark, maar voor iets heel speciaal. Geen sportmanifestatie vandaag, maar een wijndegustatie. Een wijndegustatie van Kaaf de Bordeaux. Wie er alles over weet, is Sven Dont. Sven, wat staat ons hier vandaag te wachten? We hebben hier een mooie degustatie gepland, waaronder enkele nieuwe referenties die we voorstellen. We hebben een heel mooie Spaanse wijn uit Priorat, onder andere. Uiteraard ook komen onze klassiekers aan bod, zoals een paar Bordeaux-klassiekers. Gevestigde waarden waar we al jarenlang mee werken, Lafage, prijskwaliteit, allemaal heel leuke dingen tussen. Ik heb ook nog iets over een champagne gehoord. Ja, we hebben een Veuve Fournie. Dat staat hier wat eigenlijk bij de entree. Dus eigenlijk is champagne het beste ofwel om mee te starten, ofwel na de tasting om je palet een beetje te cleanen, laat maar zeggen. En het is een champagne enkel premier cru wijnhaarden, blanc de blanc, 100% chardonnay. Zeer lekker, zeer zuiver. Zullen we eens een stapje dichterbij kijken? Dat is een goed idee, Erik. Top. Zo, Sven, waar zijn we nu terechtgekomen? Zoals ik zei, ideaal om te starten. We zijn hier bij de champagne blanc de blanc, Veuve Fournie. Familiaal domein en Inge zal daar een woordje uitleg over geven. Inge weet er dus alles over. Dag Inge. Alles is veel gezegd, maar toch een en ander. Hè? Vertel mij dan een en ander. Wel, kijk, we zitten hier in de Champagne Premier Cru. Het is eigenlijk een gemeente uit de Premier Cru zone met heel goed georiënteerde wijngaarden. Kalk en krijt in de onderbodem. En het huis Fournie dat bestaat nu al 5 generaties lang. Heeft ook Belgische roots in een van de familie zitten. Dit is het vlaggenschip, de Chardonnay Blanc de Blanc. Dus 100% Blanc de, 100% Chardonnay. Wat een hele fijne, hele elegante, frisse champagne meegeeft. Hebben ze nog andere twee andere stijlen, gemaakt met Pinot Noir. Maar ze werken heel natuurlijk, heel fijn, heel zuiver, heel mooi. Wat geniet jouw voorkeur? Eigenlijk als instapper deze. En als ik aan het gerecht ben, de extra brut. Oké, okay, bedankt voor de toelichting. Met heel veel plezier, dank je. Zo, van champagne naar? Naar een Bordeaux-tafel door Kaaf de Bordeaux zelf. Mijn collega Yves zal een flesje uitkiezen en een woordje overgeven. Voilà. Wij zijn benieuwd. Yves, vertel maar. Kijk, we hebben een selectie van Bordeaux eigenlijk meegebracht. Ik heb hieronder een... een wijntje dat ik kan voorstellen, eigenlijk, Les Deux Terroirs. Dat is eigenlijk een blend van Merlot en Syrah. Merlot uit de Bordeaux-streek en Syrah eigenlijk uit de Minervois. En daar is een blend van gemaakt eigenlijk. Je verliest wel zijn appellatie, het wordt eigenlijk een vin de France. Maar zo heb je wel een heel aparte nieuwe stijl eigenlijk. Zo wat bedoel je met een heel aparte nieuwe stijl? Wel, normaal worden wijn enkele regio's gemaakt eigenlijk. Een beetje meer de Bordeaux of de Languedoc. Maar hier heb je echt wel een mix van twee streken, de Bordeaux, die eigenlijk gaat blenden met eigenlijk een wijn uit de Languedoc. En dat komt nog niet veel voor eigenlijk. Dus, en dit is eigenlijk een eerste wijn, een beetje in die stijl eigenlijk. Bijna een pièce unique dus. Eigenlijk wel, ja. Het is van Alexander Siresh, is een hele goede blender eigenlijk in wijnen, die eigenlijk nieuwe oorden opzoekt eigenlijk en een beetje specialer combinaties maakt met andere regio's. In welke prijsklasse situeert zich deze wijn? Deze fles komt op 13 euro in de winkel. En dat is ook verpakt in een houten kistje. Allee, dus gewoon Ja, dat is altijd charmant, hè? Zeker, ja. Oké, okay, bedankt voor de toelichting. Graag gedaan. Niet alleen wijn op de wijndegustatie, stel ik vast. Uiteraard, Erik. We hebben hier Olivier bij ons met een heel mooi assortiment olijfolies. Jammer genoeg wordt dat vaak over het hoofd gezien en we gaan daar nu verandering in brengen. Hè. Voilà. En Olivier, weet er alles over? Toch redelijk wat, ja. Wij luisteren. Wel, ik heb hier een olijfolie die vorig jaar en dit jaar, het is de eerste keer in, ooit in Spanje dat 2 jaar aan elkaar dezelfde olijfolie verkozen wordt tot beste olijfolie van Spanje voor salades en tomaten. Dat is een ietsje krachtiger olijfolie. En waarom is dat? Omdat een tomaat die heeft zuren, die heeft water. Dus dat mag dat verdraagt een iets krachtiger olijfolie. Vandaar. Aan wat moet een goede olijfolie voldoen dan?
Oei, dat is, hij moet goed gemaakt zijn in ieder geval. Wat betekent dat? Een goede olijfolie die wordt geplukt en geperst binnen de 4-5 uur. Dat is nu eenmaal iets dat zeer moeilijk is om onder controle te houden. En waarom is dat? Omdat op het moment dat je een olijf van een boom plukt, dan heeft hij een gaatje. En dan heeft hij ook een vijand, zuurstof, het oxideert. Als dat te lang duurt, dan smaken ze ranzig. Dus dat moet heel vlug gebeuren. Ik zie hier een zeer, zeer uitgebreid assortiment, hè? Ja, het is net zoals wijn. Vandaar het uitgebreide assortiment. Als je een olijfolie gebruikt of je proeft hem, alles geeft een invloed. De aarde waarop dat de boom staat, hoeveel uren zon dat hij heeft gehad. Net zoals wijn, dus vandaar. Wat is de gemiddelde goede prijs van een goede olijfolie dan? Eigenlijk moet je zeggen, als je een goede olijfolie wilt van de... om te bakken en te braden moet je toch rap een 7-8 euro voor een halve liter uitgeven. Voor een vroege pluk, dat is een meer complexere olijfolie. Daar zitten gewoon veel meer olijven in ook. Dan mag je rekenen op een 17-18 euro per halve liter. Dus vandaar dat dat verschil zo groot is. Vroege pluk, late pluk. Een vroege pluk 10, 15 tot 20 kilo olijven. Een late pluk tussen de 3 en de 6 kilo olijven. Helaas staan er veel inferieure producten op de markt. En 86% van de olijfolies wereldwijd is niet correct. Deze waren de correcte dan duidelijk, hè? Dat proberen we toch te doen, ja, absoluut. Bedankt voor de toelichting. Met veel plezier, dank u. Zo, de afsluiter is voor jou, Sven. Dank u wel. We hebben de tour gemaakt. Interessant, hoop ik. Weer nieuwe dingen ontdekt, hopelijk, voor de mensen. Voilà. Wie niet naar de degustatie is kunnen komen in het afgelopen weekend, die kan natuurlijk bij jullie terecht. Cave de Bordeaux, wanneer, wat, waar, hoe? Wanneer, alle dagen 10 tot 6. Nu buiten het seizoen niet meer op zondag en in het seizoen wel met mij op zondag. Dan van 1 tot 6, maar dus anders 10 tot 6 doorlopend. Maandag tot en met zaterdag, Koningslaan 234. Dicht bij het Rubensplein in Knokke, schuin over Muguet en restaurant Cedric. Dus in goede compagnie. Altijd welkom, zou ik zeggen, voor advies van onze, van mijn collega's of mij. Voilà. Hoe groot is het aanbod daar? Frankrijk, Italië, Spanje, Oostenrijk, noem maar op. In alle dingen, in alle landen, streken hebben wij mooie dingen. Prijs, kwaliteit, leuk. De mensen moeten zich zeker niet afgeschrikt voelen. Wij hebben wijnen rond de 10 euro, 10 à 15 euro. Echt leuke dingen dat wij met plezier kunnen aanbevelen. Kan ik nog één ding zeggen? Proost. Erik Golé voor Sifan knijst die krant in het burgemeester Graaf Leopold Lippenspark ter gelegenheid van de wijndegustatie van Cave de Bordeaux.